Echt, nou, de ramen trilden alsof ze eruit. Die voelde heel de grond, alles shaken. Ja, ik... Goedemorgen, het is vrijdag. Laatste dag voorlopig dat het even zo warm is. 36 graden, dus wel wat minder warm dan gisteren. Ja, ik kom even bij me knuffelen. Ik heb alleen een hemdje van Marco aan. Want het is lekker luchtig en het is zo warm binnen ook. Ik heb het heel lang buiten kunnen houden. Wat doe jij nou, gekkie? Ja, maar nu hou ik het niet meer buiten. Ik heb het net al gestreken. Ik denk dat ga ik als allereerste doen vandaag. Dan is het... het minst heet en ik krijg gewoon die was niet weg. Het staat op zolder, maar als ik het allemaal naar beneden moet sjouwen, is het ook heel warm. Dus ik denk, nou, dan doe ik dat vast. En we gaan denk ik vandaag alleen maar heel veel zwemmen. En dan morgen ga ik weer wat doen met mijn leven. Wat heb je daar? Oh, een hagelslagje. Gekkie. Mijn kleine knuffie. Gaan we zo laten zwemmen weer? Met mijn wiebelvlinder. Ja, je verandershirt, hè? Kijk, mama. Ja. Wauw. Verander maar. Oh, toen was die beest zilver. Weet je wat ook leuk is? Kijk, dan kan je hem zo. En dan kan je bijvoorbeeld zo een lijntje ding veranderen. Ik weet dat het zo lukt, maar goed. Ik ga even wat te eten pakken. Ondertussen omgekleed. Ik loop weer in mijn bikini. Ze ligt nog in het zwembad, ik kon niet wachten. Ik ga er zo ook even in. Het is nog best wel lekker. En het is wel grappig, want ik vond het zwembad in het begin echt heel koud. Maar het is gewoon zo heet dat zelfs het zwembad gewoon nu warm is geworden. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Ik kom, schatje. Ja, jou wel. Vind je lekker? Vind je lekker? Ja. Hele lekker rondjes drinken. Dan ben ik er weer af. Ja. En toen dachten we dat het een goed idee was om even wat te drinken met een stukje chocola. Maar ik was zo slim om de chocola niet gekoeld te bewaren. Dus echt, hij is echt helemaal zacht. Kijk, hij buigt helemaal. Hij plet helemaal. Echt zo grappig dit. Hij valt bijna uit elkaar. Maar hij is wel lekker. Ik begin nu echt benauwd te worden in de tuin. Dus we hebben ons aangekleed en we gaan even gewoon een stukje door de wijk lopen. Even wat afkoelen. Dan waait het wat meer. In de tuin waait het niet. Ik heb gewoon even snel dit topje aangedaan van Philippe K. Shirtje van de Mango en mijn edited sandalen. En ik heb gewoon mijn zwarte tas. Ik had geen zin om verder moeite ervoor te doen. Dus afkoelen even. Wandelen wordt dus een bezoek bij de dierenwinkel, bij de konijntjes, hè? En wat zag je daar nog meer? Cavia. Een cavia, hè? Kijk daar. Ja. Een baby. Oh, kijk dit muisje, hij is echt cute. Hey. Oh. Ik wil... Dat is een hamster. Ik wil een hamster wel een als huisdiertje hebben. Ik zit ondertussen daar naar de muisjes te kijken. Hier is een hamster. Goudhamster. Ja, maar omdat ik naar de meisjes keek, noem ik de hamster een meisje. Ah, oh, ik vind hamsters zo schattig. Maar ja, met de kat niet echt handig. Kijk, hij is zich aan het wassen. Lief, hè? En ik vind dit konijntje ook een keer zo schattig. Ik weet niet of ik kan filmen. Maar ik vind die ook zo leuk, die grijze. Ja, bij het speeltje ligt. Ja. Wat zijn dat dan? Het zijn vierjes volgens mij. Ah, kijk deze ook schattig. Dit zijn die muisjes. Daar liggen ze ook. Die liggen helemaal in de chillstand. Die is in zijn etensbak gaan liggen. Zie je dat? Ja. Te grappig. Voorzichtig met de hokjes, man. Kijk, wat hebben we nog meer? Hier zit niks in volgens mij. Die zijn helemaal verstopt. Heb jij ook muisjes? Die liggen allemaal in de ruststand. Wil jij niet aan de hok hangen, schat? Oh, ik vind hem zo cute. Blijf elke keer. Kijk, maar die is ook heel grappig, want die is wit. En heeft hij een bruine vlek en heeft hij eigenlijk zwarte billen. En die ander heeft schildpad oortjes. Ik vind ze alle drie leuk. Ik heb nog een heel avontuur. De supermarkt, ze wilde heel even naar binnen, want die is helemaal vrienden met de hoofdkassière.
Maar die was ontruimd, want ze hadden een gaslek, brandweer, alles erbij. Maar goed, we zijn onderweg naar huis. Hè, Mop? En dan gaan we lekker eten. Vanavond kook ik wel gewoon weer. Het is niet zo heet als gisteren. We proberen toch wel zelf te koken. Want dan eet je over het algemeen toch net iets gezonder. Je hebt ook nog even gezwommen en gegeten en zo. En het gaat nu helemaal betrekken. We worden onweer al op een afstand. Dus nu is het zwembad afgedekt. Zo, we zijn echt op tijd. Nou, zoals je kan zien, het is echt in één keer helemaal donker. En het onweer buiten al. Het is nu wel even iets rustiger. Maar net, het ging echt flitsen, donderen, flitsen. En toen hoorden we hem echt verderop ergens keihard inslaan, de bliksem. Dus ik was heel blij dat het niet hier was. Nou was het hier. Hier is het verder nog droog. Dus het zit net niet boven ons, maar het ging even goed los. En daarom zeg ik, het is zo donker, terwijl het is 8:30. Dan is het, oh, daar kwam weer een flits. Ik dacht het is voorbij, maar helaas. Nou, nu nog bizarder. Echt, ik zei net van het inslaan, nou echt nog en nu ben dichterbij. Ik er gewoon beneden. Ja, echt, nou de ramen trilden alsof ze eruit. Die voelde heel de grond, alles shaken. Ja, ik hoorde die keiharde en toen ging de deur ook bijna ervan open, hè? Dat is echt bizar. Ja, ik lees het ook op de app, want een paar hoorden het daar ook al. Maar echt, weet je, dit is geen gewone harde onweer. Dit is echt inslaan. Nee, schat, je hoeft niet al mijn apps te lezen. Je mag gewoon even beneden blijven en als de onweer voorbij is, ga je lekker naar je bedje, oké? Ja. Oké. Al je knuffels mee? Oh, al je knuffels. Ze heeft alle knuffels bij zich. Niet al mijn knuffels, nou, wel vier. Ja, vier. Je vier lievelingsknuffels. Mena, Liva, Harmonie en Chelsea. Dit is de allerliefste. Ah, dat vind ik heel lief. Dat je omdat ik er verliefd op was. Ja. Deze is ook mijn allerbeste. Ja, dit zijn wel jouw vier lievelingsknuffels. Ja. En dan heb je er nog 80 of zo. Nee, niet 80, sowieso. Nou, oké. 79. Die bliksem is trouwens echt goed ingeslagen. Dan had ik net die fotokleur en dan gaat het weer uit. Ik kreeg een foto net. Nou, ik zoek die foto erbij. Maar kijk of je het goed kan zien. Komt dit scherp. Half boom is gewoon uit elkaar geslagen. Echt te bizar. Kak. Het is helemaal lekker gestoken. Ik zit helemaal onder de bulten. En dan smeer ik is die weg. En dan heb ik de volgende bult alweer. Echt. Ik kan er gewoon niet tegenop. Haat aan muggen. Oh, alles jukt. Ik was nog vergeten de vlog af te sluiten.